video. Sorry voor het licht. Maar vandaag is eigenlijk de perfecte herfstdag, vind ik. Het regent echt super hard. De blaadjes liggen allemaal op de grond. Het is echt super grauw en echt perfect weer om gewoon de kaarsjes aan te doen. Onder een deken te kruipen, Netflix te kijken en een theetje erbij. Maar goed, vandaag is het weer tijd om naar de action te gaan. Het is dus nu oktober. Wanneer ik dit film is het ook oktober. Ik ga dit waarschijnlijk als extra video plaatsen. Dus ben jij benieuwd wat er op dit moment in oktober in de action ligt? Blijf dan zeker even kijken, want vandaag heb ik een shop with me bij de action voor jullie. Ik ga jullie gezellig meenemen naar de action toe en ik ga laten zien wat er nu in het assortiment ligt. Dus ik neem jullie gewoon gezellig mee. Hoef jij niet naar de action toe, ik doe het voor je. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Er komt namelijk binnenkort kerstcontent aan. We zijn bij de dekentjes. En deze ken ik nog niet. Die zien er heel leuk uit. Beetje een grijzig kleurtje met hier een lekker zacht vachtje. Deze is ook heel herfstig. Wel een heel heftig kleurtje. Kussens slopen. Of kussenhoesen. Ik zoek dus nog een fotoalbum voor mijn Polaroids. Ik maak dus Polaroid foto's. En daar heb ik eigenlijk zo'n boekje voor nodig waar ik al mijn Polaroids in kan bewaren. Maar ik kan het dus niet vinden bij de Action, ook niet bij de HEMA. Dus misschien dat ik online eens even moet kijken. Maar mocht jij een tip hebben, let me know. Oh, deze lijst is heel mooi. Wat hebben we hier? Tafellamp. Oh. Hier. Hier nog kerst. En ik zie hier dus stempels in het kerst. Dit wil ik. €1,80. Hoe leuk. De keukendingen. Deze bamboe set. Voor keukengerei. Die heb ik nog niet eerder gezien. En die natuurlijk gewoon. De gouden lepeltjes. Gouden vorkjes heb je ook in mat zwart. Ik ben heel erg benieuwd naar die kwaliteit hiervan. En even kijken of ik nog iets nieuws zie. Wat is dit? Een bestekbak. Dit is ook echt een heel mooi herfstkleurtje. Qua theedoeken. En deze heb ik de vorige keer meegenomen. Oh, echt heel erg mooie kleur is dit. En nu zie ik dus ook voor de feestdagen. Ja, dit blijft leuk. Van die onderborden. Kijk nou. Love it. Dat is €1,30. Even kijken. Oh, er is er nog maar één. Wat is één aan, ja? Icing bags. Elke keer weer even kijken of er een lekkere herfst- of kerstgeur bij zit. Ik zie hier niks. Even kijken. Apple cinnamon. Oeh. Luchtverfrisser. Die lijkt me heel lekker. Voor de rest is er niet heel veel bijzonders. Hier ontzettend veel kerstkaarten. Wow. Wel heel leuk hoor. Ik kan niet wachten. Oh, deze is heel mooi. Heel gaaf. Deze zag ik ook heel vaak voorbij komen. Maar die had je dus ook in een beige kleur. Maar die is dus weg. Die is uitverkocht. Dit is dus ook nieuw. Een elektrische deken. Oké, ik ben nu bij een kerstgangetje. Hier heb je gewoon die welbekende slingers. Oh, waarom gebeurt mij dit altijd? Hier nep sneeuw. Heel toevallig heb ik deze kleur nodig. Dus die neem ik mee. En die donkerblauwe kleur heb ik ook nodig voor mijn 21 dinner. Dus die heb ik ook meegenomen. Deze zijn ook heel leuk. Toevallig heeft mijn zus deze meegenomen. Laatst. Maar hier heb je echt allemaal verschillende soorten van. Die zijn echt wel leuk. Die kosten €1 per stuk. Ik
vind die traditionele kleuren, zoals deze kleuren, groen en rood, nog steeds echt heel leuk voor kerst. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and deze zijn ook heel gaaf. Sneeuwvlokken, sterren zijn ook echt heel zwaar. Heel mooi. De zilveren zijn al bijna op. Hier candy canes. Altijd leuk. Hier zijn ook nog allemaal kerstdingen. Deze bladeren zijn ook heel gaaf. Check deze kaarsen. Zwart met glitter. Hier ook nog glitter. Heel erg veel glitter. Heel gaaf. Maar ik denk echt dat het heel erg afgeeft. Oh, je hebt hem ook in het wit. Ik vind die zwarte eigenlijk wel heel gaaf. Lijkt op mijn nagels. Ook met glitter. Wat hebben we nog meer? Een garland. Hier zijn kerstboompjes, ook met sneeuw. Ik vind die met sneeuw wel echt heel schattig. Op een houten boomstam. En die kun je dus aandoen met lampjes. Echt leuk. En die heb ik. Oh nee, de witte heb ik. Goud is ook wel leuk. Die kun je ook aandoen. Nou ja, echt heel veel. Dit is ook prachtig voor je interieur. En natuurlijk mega veel lampjes. En ik zie daar ook echt hysterische dingen. Het wordt echt steeds groter. Wow, hoe gaaf is deze? €20, maar ja, waar zet je het neer, hè? En natuurlijk een kerstdorp. Oh, zo schattig. Laat me weten of jij een kerstdorp thuis hebt. Ik heb dat dus niet. Maar ik vind het wel leuk uitzien altijd. Hier heb je een hanger. Met echt allemaal verschillende kerstdingetjes. Echt heel erg schattig. Sneeuwspray heb ik toevallig ook nodig. En poedersneeuw heb ik ook nodig voor een projectje. Wow, dit is echt bizar groot. Wat lachen. De kerstbomen staan er ook alweer. En allemaal verschillende adventkalenders. Ook die je zelf kan vullen. Mini tree. Heel erg veel chocola. Oh, lekker zeg. Ik krijg helemaal trek hiervan. Oh, deze is cute. Reese's. En dan in een kerstboomvorm. Oh, Kit Kat. Lekker. Deze is ook wel gaaf. Kun je gewoon een hele trein in elkaar zetten. Een kersttrein. Die
kost 12 euro. Wat is dit? Christmas tree. Heel veel doosjes waar je de cadeaus in kan doen. Nou, die zijn echt elk jaar heel erg handig. En natuurlijk kerstinpakpapier. Daar moet je ook wel op tijd bij zijn, anders zijn de leuke al weg. Glitter. Oh mijn god. Die is heel cute. 2,60 euro. Een bordje. Die heb je ook in een kerstman. En notenkrakers. Kijk nou. En ook gewoon een kerstboom. Zo. Dit is ook heel erg leuk om cadeau te geven. Handzeep. Oh mijn god. Luchtverfrisse kerstvariant. Die ruikt naar bergamot en orange. Oh, ik ben nu eigenlijk wel heel benieuwd. En hier nog één. Dit is frosted berry en plum. Als ik een eigen huis had, dan wist ik het wel hoor. Dit moet je natuurlijk niet nadoen. Maar ik ben wel benieuwd naar de geur. Oh, frosted berry is heel lekker. Hier ben ik benieuwd naar bergamot en orange. Oeh, nee, die is niet lekker. Nee, maar die frosted berry, kopen. Och, heel lekker. Dit is trouwens ook een leuke do-it-yourself. Ik heb deze namelijk met de gouden riet. Die heb ik. En die heb ik dus zwart gespoten van de buitenkant. Dus dat ziet er ook heel gaaf uit. Deze is ook nog steeds geweldig. Hier, heel veel uitsteekvormpjes. Voor 1 euro. Ik zie hier waar je dingen mee kan bakken of chocolademolds. Die kruiken. Super grappig. Halloween. Even kijken. Er is al heel veel weg. Er is hier nog veel make-up. Hier ook. Wat is dit? Dit is een spin. Nou, die vind ik niet zo bijzonder. Nog wat kostuums. Dit is wel grappig. Die kun je dan in de grond steken en dan geeft hij licht. Wat is dit? Doorbel. Oh mijn god. Hij doet het niet. Nou, deurhanger. Heel veel is al op. En dit zijn eigenlijk een beetje de laatste dingetjes. Daar zie ik nog meer kerstballen. Maar goed, ik ben nu bij de shampoo en zo. Ik moet zeggen dat dit me op dit moment ook niet echt aanspreekt, omdat ik het niet nodig heb. De gift sets zijn er ook alweer. Even kijken bij de beauty. Je hebt natuurlijk weer heel veel bath bombs. Deze zien er ook wel gaaf uit. Oeh, deze ken ik niet. Misschien is dit nieuw. Oogschaduw. Ik kijk dus altijd bij deze, want deze van Fab Factory. Oh, dat is hetzelfde trouwens. Oeh, daar ben ik wel eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Maar die zijn echt heel erg goed. Dit is ook handig als je je eigen adventkalender wil maken. Hebben ze hier 24 zakjes in, die je dan zelf kan vullen. Hier zijn er nog etagères. Ik vind die zwarte echt heel erg mooi. En hoe leuk om hier kerstmokken of herfstmokken op te zetten. Die is 9 euro. En ik zie dus ook dit voor 2 euro. En dan heb je echt een leuk gift setje met chocola. Deze pluimen zijn echt heel erg mooi. Maar die zijn best duur. 6 euro per boeket. Deze kleur is echt heel erg mooi. Die is 6 euro. Heel mooi. Hier heb je sowieso wel meer van dit servies. Mocht je mijn vorige Shop With Me gezien hebben, dan komt deze bekend voor.
blijft leuk. Dit is trouwens ook leuk om droogbloemen of herfstblaadjes of zo aan het vast te maken. Kijk, ik denk dat het ook zo bij elkaar geplaatst is, zodat je dat kan doen. Maar dat is wel een leuk projectje. Oké, ik zit in de auto. Een beetje gek beeld zo, maar ik dacht ik laat toch even snel zien wat ik heb gehad. Nou, als allereerst dus die kerststempels. Deze kerstboompjes, die ga ik nog do-it-yourself in voor mijn 21 dinner. Meer kan ik niet zeggen. Deze mini kerstballen had ik nodig, ook voor mijn 21 dinner. Goh, wat zou het thema toch zijn? Winter Wonderland. Ik zag dit liggen. Ik koop dit echt nooit, maar dit at ik vroeger altijd. Mmm. Oh, wat lekker. Duct tape had ik nodig. Of nou ja, noem je dit duct tape? Verpakkingstape. Nep sneeuw voor mijn 21 dinner. Sneeuwspray voor mijn 21 dinner. Dit te schattige zeepje, die ga ik cadeau geven aan iemand. Maar dit is toch leuk? Kijk nou, ik hoop dat het trouwens lekker cozy klinkt, want het regent nu. Maar goed, dit zeepje dus. Candy canes voor mijn 21 dinner. Dit vel met stickers. Dit zijn raamstickers. En dit zijn dus allemaal sneeuwvlokken. Precies in de kleur van mijn 21 dinner. En deze hot chocolate zakjes. Ik ben echt heel erg benieuwd naar deze smaak. Dus dat is wat ik in oktober, dus net, bij de Action heb gekocht. Ik ben weer terug van de Action en ik ben heel erg benieuwd wat jou op dit moment aanspreekt, wat in het assortiment ligt bij de Action. Ik ben heel erg benieuwd. Er lag natuurlijk al vet veel kerst, ook nog wel Halloween. Daar heb ik nu al wel genoeg van, voor mijn feestje ook. Dus daarvan hoef ik echt niks meer bij te halen. Maar kerst, ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal voor de komende kerst- en herfstcontent ook nog hoor. Dus bedankt en tot de volgende video. Doei doei!